Ja, daar komt het op neer uiteindelijk. Blijf eens zien. Als we nou al in beeld zijn, ik ga hier. En waar post ik alles? iTunes, Spotify, Soundcloud, YouTube. Ah, ja. Eigenlijk praktisch overal waar je een podcast zou kunnen zien of horen. Alright. Hey. Ready? Ja, tuurlijk. Zijn iets voorbereid? Nee. Nee? What up mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Anne Scholtes en vandaag zit ik hier met Louis. Hey. Louis, voor degenen die u niet kennen, van waar zouden ze u kunnen kennen? Ik denk voornamelijk van Nachtwacht, de Catnet-serie over een vampier, een weerwolf en een elf. En ik speel daar de vampier. Vlad, zeker? Vladimir, yes. Ja, dus je bent acteur. Is dat altijd uw droom geweest om acteur te worden? Eigenlijk totaal niet. Mijn pa is ook acteur. Oké. Okay. En ik heb dus als kind niet veel anders gezien dan die acteerwereld. En als ze mij vroeger zo de vraag stelde van wat wilde je later doen, dan zeg ik altijd van ja, zeker niet, geen dat mijn pa doet. Dat is zo typisch dat je zo... Dat weet ik dus grappig, want dat is echt exact dat ik laatst met Shania Goris, ik vroeg ook van, wat wil je later doen? En zei, ja, echt niet in de media. Ah, nee, maar dan worden we wat ouder en dan beginnen te beseffen dat dat in je bloed zit. Ja? Dat, ja, toch, ik denk dat wel, ja. En nu is wel echt wat je ook heel graag doet. Ja, tuurlijk, ik zat niet meer willen herrollen voor iets anders. Ja, want we hebben het daarnet ook erover gehad, maar ik vroeg van, heb je daarvoor al iets anders gedaan? En je zei dat je in een bakkerij zat. Ja, mijn onkel had een bakkerij en ik heb daar een half jaar zo part-time gewerkt. Ondertussen deed ik dan audities. Dat is tussen het middelbaar en uw actieve ja. Dus na mijn middelbaar. Right. En niet uw passie, uiteindelijk. Acteren wel, maar bakken niet. Ja, nee. En wat als het niet had gelukt, het acteren? Goh, ik ben een beetje van mening dat als je echt iets wilt, dat je het dan, en gaat er hard voor, dat dat dan normaal gezien wel moet lukken. Uh-huh. En zo dat niet lukken, dat was niet echt een optie in mijn hoofd. En ik had wel zoiets van, goh, stel nu voor dat ik... Want mijn plan was om na mijn middelbare dan gewoon direct audities te gaan doen en zien hoe ik uitkwam. En hopen dat ik ergens geluk had, wat uiteindelijk ook gebeurd is. Als dat nu niet gebeurd was, dan had ik waarschijnlijk na een jaar gewoon gezegd, oké, dan ga ik er wel voor gaan studeren. En dan had ik een ingangsexamen gedaan, conservatorium, weet ik veel. Ja. Maar ik wou het eerst proberen zonder. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want ik ben een hele slechte student. Same. Nee. Ja, maar echt verschrikkelijk. Nee, alright. Maar dus, weet jij onze eerste ontmoeting? Ja, dat was bij dingen, bij het halen van de Gouden Kaas. Of niet? Uh-huh. En ik heb dit verhaal al een paar keer gezegd op de podcast, maar ik kwam naar jullie... De kaas van de Nachtwacht. En ik zei, hey, zijn jullie niet die van Campus 12? Weet je dat? Is dat? Goh. Oh, dat is keigoed dat je dat niet meer weet. Ik eigenlijk. Niet meer. Nou, zijn er beelden van? Want dat... Nee, dat is niet gefilmd. Gelukkig. Maar dan nog, toen waren wij ook nog niet zo... Allee, hoe lang is dat geleden? 2 jaar? Goh, ja, een dik jaar. Ik weet inderdaad zoiets. Ja. Goh. Allemaal, dan had het allemaal moeten weten. Ja, waarschijnlijk, maar het ding is gewoon... Natuurlijk, TechMac, Catnet is een andere... Niet per se, maar... We verwachten ook niet van de mensen dat iedereen ons zomaar kent of zo. Dus, Ja, maar het ding is bijvoorbeeld, veel anderen bij TechMac kennen jullie wel, maar ik was naar jou gestuurd dat ik al heel lang niet meer naar Catnet had gekeken. Ik vond het super eer, hè? Ik vond het super vet dat ik daar mocht zijn en jullie iedereen mocht ontmoeten, want ik heb daar dan ook mensen ontmoet die ik dan later nog dingen mee heb gedaan, maar dat was... Ik kende... Dat was elke keer een vraag van... Wie zijn zij? Van wie is dat de cast? En dan ben ik bij jullie uitgekomen en vroeg ik, zei jullie niet die van Campus 12? Nee. maar super dat je dat niet meer weet. Super dom dat ik dat dan toch nog eens ophaal. Ja, Maar dat is niet dat we er... Dat aanzotgevend is voor ons. Dus van hoe die kent ons. Nee, dat weet ik wel. En waarschijnlijk hebben ze sindsdien ook altijd proper huiswerk gemaakt voor als yes. Toch iets of wat beter. Ja, daarom vraag ik altijd in het begin van waar zouden ze kunnen kennen, zodat ik hoor waar dat ze die van kunnen kennen en dat ik eindelijk weet wie dat ik nu eigenlijk te gast heb. Ja. Wat ik me afvroeg, is er een soort rivaliteit tussen Catnet-series? Tussen de cast van Catnet-series? Gezonde rivaliteit. Ja. Je wilt toch altijd zo... Ja, de beste serie, kan ik me wel voorstellen. Alleen niet dat wij... Want als er een nieuwe reeks het goed doet, dan zijn wij ook gewoon heel blij. En dan, dat is goed voor Studio 100, dat is goed voor ons dan. Ja. Maar ja, je wilt toch zo... Als je dan hoort dat onze film 200, bijna 50.000 bezoekers had, wat keiveel is... Dat is gigantisch, ja. Ja, dan zit je er toch trots op. Ja, tuurlijk. Dan, dat is zo, we hebben het keigoed gedaan. Ja. En dan, dus ja,
gezond. Maar niet, ja. niet dat we zo jaloers zouden zijn op whatever. Dat is nog niet echt gemerkt in, bij de Studio 100. En wat ik me ook afvraag, wat ik eigenlijk me altijd afvraag, want acteerwereld en zo, dat is eigenlijk dat is heel onzeker en dat zegt iedereen al zo. Ja. Vandaag, ik ben niet zeker. Is dat dan ook iets waar je constant mee bezig bent? Want nu heb je zoiets geen serie, een succesvolle serie. En dat kan misschien nog een paar jaar verder gaan. Misschien niet meer, ja. En wat, denk je daarover na, van wat als dit stopt, nu? Nee. Ik denk dat ik gewoon die instelling niet heb. Ik ga er eigenlijk altijd een beetje van uit dat alles wel goed komt. En heel af en toe is dat dan niet, maar meestal wel. Oké. En tot nu toe is dat ook effectief wel zo. Ik ben nu... Van mijn 19 ben ik mijn nachtwacht. Ik word volgend jaar 25, dus dat is al een vrij lange periode. En dat is nog altijd ook wel bezig en al. Dus we hebben juist een theatertour gehad, dat zit nog altijd op een piek. Dus op dat vlak maak ik me nog geen zorgen. En ik word ook wel genoeg gevraagd voor andere dingen om het gevoel te hebben dat die nou nog niet gedaan gaat zijn. Mm. Ik dubbel veel. En tekenfilms en zo. Ja. Dat vind ik super vet. Ja? Dat is iets wat ik echt heel graag zou doen. Ja, dit is een studio eigenlijk zo ver van hier. Serieus? Sunhouse, ja. Ik zou eens gaan aankloppen. Ja, moet dat doen, want die zoeken altijd nieuw volk. Serieus? En ik ga volgend jaar ook theater doen. Waar en hoe, daar kan ik nog niet veel over zeggen. Okay. Dus er zit wel wat variatie nog altijd in en ik krijg nog altijd aanbiedingen. Dus ik op dit moment totaal nog niet meer bezig van wat als het ooit iets wat slechter zou gaan. Mm-hmm. En ik ben ook wel van mening, stel, als het deze jaar niet goed is, dan ga je iets anders doen even. Hè. Dan ga je ook terug naar de bakkerij, bij wijze van spreken. Ja? Zeg je dat nu? Ik zou niet terug naar de bakkerij gaan. Als je wilt werken, kun je werken. Daar ben ik van overtuigd. Oké. En zou je er echt over kunnen zetten van, nu heb ik die serie en uiteindelijk events waar ik voor uitgenodigd word. En dan ineens moet je terug, niet in de bakkerij, maar niet veel waar, gaan werken. Goh, dat zou wel een zure zijn natuurlijk, maar je doet dat toch gewoon, of niet? Ja. Uiteindelijk wel, denk ik ook. Maar het is gewoon omdat je er altijd hoort van, je kunt echt niet overleven in de mediawereld in België en zo, omdat het zo moeilijk is. Ja, ik moet wel zeggen dat ik ook wel een van de super gelukkigen ben. Ja. Ik heb een unieke kans gekregen om bij Nachtwacht te beginnen. Daar ben ik ook me wel heel hard van bewust. Mm-hmm. Dus ik moet hier ook niet gaan verkondigen dat het allemaal zo gemakkelijk is of zo. Want ik weet dat er heel veel collega's van mij het wel lastig hebben. Okay. Maar voor mezelf probeer positief erover in het leven te staan. En dat, tot nu toe heeft dat wel al zijn vruchten afgeworpen. Nee, super. En dat is iets gewoon wat ik eigenlijk altijd al hier ook over gepraat heb, omdat ik heb nog nooit met iemand gepraat die het echt meemaakt. Omdat iedereen dat altijd zegt, maar ik heb nog nooit iemand... Die hier kwam zitten en die zei van, ik heb het lastig. Die zegt van hoe het is. Maar jij zegt van, als je wilt werken, kun je werken. En desnoods gaat eens een jaartje iets anders doen. Ja, en dat is heel jammer natuurlijk, want er zijn dan ook heel veel mensen die er dan voor gestudeerd hebben en die niet aan de bak geraken. En bij mij is dat dan zelfs nog niet het geval, dus ik ga mij er niet zo rot over voelen. Dat ik en die dan geen kansen krijgen, dat is heel pijnlijk dan, denk ik. Ik ben een beetje bevooroordeeld. God. Ik ken ook inderdaad mensen die inderdaad jaren studeren, aan kunstscholen echt, en dan inderdaad gewoon geen acteercarrière dat is wel pijnlijk natuurlijk. Ik weet niet wat dat dan komt. Misschien moet je toch altijd overal proberen wat verschil te maken, dat je ergens opvalt ofzo, dat je toch... Uiteindelijk is altijd het geval. Hè. Als je de beste bakker bent, kun je ook meer geld verdienen dan... Ja, uiteraard. Gewoon als je ergens goed in bent en je steekt er bovenuit, dat is logisch uiteindelijk. Naast uw acteercarrière ben jij ook de schoonbroer van Jaëllos. Ja. Dat is zo. Heb je nog goede roddels? Roddels over jou? Roddels niet echt. Ja, het is same. Hè. Liesel pakt dan weer kleren. Liesel is mijn vriendin. Dus is van Jaël. Ja. Pakt dan weer kleren van Jaël en dan is Jaël weer kwaad op Liesel. En dan pakt Jaël weer kleren van Liesel en dan is Liesel weer kwaad op Jaël. En... Dat is eigenlijk gewoon een beetje basic zussen. Basic zussen dingen. Ik heb geen roddels over Jaël, nee. Ik val niks slecht te vertellen over Jaël. Nee, dat is een zalig meisje. Ja. Wel een goede titel van de podcast of zo. Gewoon lof ik ben. Ik ga nog iets zeggen over Jaël. Elke keer, dat is niet alleen bij Jaël, maar elke keer als ik in een video een meisje heb, of op een story of zo, krijg ik berichten van, is dat je vriendin? En bij Jaël is dat het meeste van allemaal. En mensen die ook goede vrienden van mij, die zo naar mij toe komen van, hé, ga je Jaël? Dus het is, ja. Het is toch, we zijn toch iets. Maar dat is gewoon, nog eens, ik heb het al vaak gezegd,
Niet het geval. Ja, ik heb hem nog nooit gezien bij mijn schoonouders thuis, nee, dus exact. Kan dat. ik vind dat altijd wel grappig. Dat is echt gisteren nog. En gewoon goede vrienden van mij, die ik bedoel, als, die denken als, dat er toch is, ja. En ik bedoel, als er iets zou zijn, ze zouden het weten. Maar dat is dat toch nog... Come on, Linder. Come on. de dag van vandaag is zo, als je zo goed bevriend bent met een meisje, of ja. Ja, dan is het zo direct al een ding. Of zo. Ja, sowieso. Klopt. Ik weet niet... Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Ik vind het wel grappig, sowieso. Want dat is ook, dat is kei jammer, maar dat is hoe dat mijn video's en zo het meeste views krijgen. Niet alleen jij, maar gewoon als er een meisje in de thumbnail is. Misschien moeten we een pruik opzetten voor de thumbnail. Ik ga dat photoshoppen. Nee, maar dat is wel gewoon... ik snap het ergens ook wel. Clickbait, gelijk dat we zeggen. Hè? Zo dat je denkt, oh, een knap meisje, daar ga ik op klikken. Ja, ik ben ook zo. Als ik tegen een schoon vrouw zie, dan ben ik ook wel nieuwsgierig wie dat is. Ja. Sorry, Liesel. ja, exact. Nee, als jij bent als kindergezicht, kindnetgezicht, word jij vaak herkend op straat? Ja, maar door kinderen vooral, ja. En jonge ouders. Dus dat is gewoon ook inderdaad vaak overdag. Ja, als ik... het valt wel mee. Soms is dat weer toevallig wel wat meer dan anders, maar ik moet... Gewoon niet naar een binnenspeeltuin gaan. Ah, ja. Op een zaterdagmiddag. Weet je wel, dan zoekt het. Dan weet je dat je gecharreld zit. Maar als ik gewoon over de straat loop, dan valt dat echt wel mee. En vaak, omdat dat dan uit de context van nachtwacht is, en kinderen zien mij, die begrijpen dat niet altijd zo goed. En dan zag ik mijn winkelkar in een Delhaize en dan zat er zo'n kind zo. Wacht. Ja, 10 minuten om mij te gapen, om dan... Uiteindelijk valt die Frank dan en dan is het... Ja. Dus ja, dat wel, dat gebeurt. Dat is niet op een vervelende manier of zo. Okay. Heb je ooit al zo gehad dat iemand je herkende en dat je dacht van... Dat je wist dat hij je herkend had? Dat je zo bijna wou vragen van... Moet jij een foto hebben? Maar ja. Die vraag kun je niet stellen zonder als een volledige eigen... Ja, maar of als mensen nu zo wat beginnen volgen of zo. Ja. Hè? Dat ze zo wat nieuwsgierig zijn van... Is het hem nu of is het hem nu niet? En die blijven nu dan wat volgen. Mm-hmm. En dan... heb ik soms wel de neiging om zelf dan al te zeggen van, wil dit zo. Ja. En dat is ook heel gênant als dat niet is. Ja, maar dat denk ik altijd, ik heb nog nooit gevraagd, maar dat is ook gewoon, als je inderdaad zo, moet jij een foto hebben? En dan iemand dan zo, wie ben jij? Dat is zo precies... Dat is heel awkward. Ja, ik weet niet, daar ben ik altijd bang voor. Maar, goh ja, dat is dat nog niet. Is bij u ooit gebeurd? Dat het dan niet was? Oh, nee, met mijn pa wel. Ja, echt? Ja, die ervan uitging dat iemand een foto mee wou. Aan de zee, denk ik. En dan zo, dan lachen we ermee. Die geneerde dan ook totaal niet. Nee. En uw vader speelt in iets... Ik weet precies... Ah, nee, dat is niet erg. Mijn pa is Peter Thijssen. Die speelt onder andere bijvoorbeeld Zonen van Asch. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een vrouw, die heeft 8 jaar Samson gedaan, na Danny Verbeest. Ah, wow. Die heeft zo goed als elke Studio 100 musical meegedaan, denk ik. En ik? Maar heb je veel gezien? Of waarschijnlijk. Okay. Ik heb er een paar gezien. Waarschijnlijk heb ik hem dan wel gezien. Kan die gewoon zeg maar welke dat je gezien hebt. En dan zeg ik... Ik heb... Wacht, hè. De 3 biggetjes van K3. Hoepert. Is dat de wolven? Ja, de domme wolf, Oh, vet. Ja, ik heb er nog... ik weet niet. En dan moet je huiswerk maken, hè. Dus het ging er net nog over. Gert-shows heb ik een paar keer gezien, maar voor de rest niet echt... Dus nadat hij verbiest zijn, dus gestopt met afleveringen opnemen. Okay. Heeft mijn vader voor 8 jaar de shows, de zomershows en de kerstshows gedaan. Ah, cool. En de nieuwe liedjes die dan zijn gekomen. En nu is het weer iemand anders. En nu gaan ze er bijna mee stoppen. Serieus? Ik heb dat niet door. Samson en Gert? Ja, ze zijn er komt Gert stopt ermee, maar Samson gaat nog verder. Wie het nieuwe baasje wordt, dat is allemaal nog niet geweten. Ik weet het zelf. Oké. Balen. Nee, dat is wel gaaf, dat wist ik niet eens. Ja. Alright. Maar mijn pa is uit. Dus, ik zeg het, zo, alles wat met musical en dingen te maken heeft, ik ben er ook echt al mee groot gebracht of zo. En als je moet kiezen tussen film, tv of musicals, live... Ja, heb je die vraag al veel aan mensen gesteld? Een paar keer, 2-3 keer misschien. Zeggen mensen niet altijd ook van, ik kan er niet tussen kiezen? Veel zeggen dat het inderdaad een heel moeilijke keuze is. Het is de afwisseling die het net zo interessant maakt. Ah, okay. In onze branche, als je nu dag in dag uit Vladimir moet spelen, dan om een duur wil je ook wel eens iets anders doen. En zo. Ja. En dat is heel fijn dat je eens een musical, want ik heb bijvoorbeeld een 40-45 meegedaan. Oké, vet. Een ensemble rol, geen hoofdrol. Ja. Maar dat was zalig, die afwisseling van dan dice te kunnen doen en dat dubben dan, dat ik er dan ook bij pak. Ja. Dus het feit dat het net verwisselt, dat
dat het allemaal leuk blijft. Maar als ik één ding zou moeten kiezen, dat zou ik vervelen om het uur. Allee, vervelend is een groot woord, want ik heb de leukste job ter wereld. Ja, ja. Maar ja, toch, het is... Dank je. En terug over die stemmetjes inspreken, want dat vind ik heel graaf. Wat zijn zo personages dat je hebt ingesproken? Het vetste was voor mij persoonlijk, omdat ik nogal een grote Pokémon-fan ben, alleen maar leven. Echt een diehard fan. Ja. Ik heb ook juist een nieuw spelletje gekocht. Sword and Shield. Ja. En het, dus die van die live-action Pokémon-film dat er vorig jaar was, heb ik had Pikachu gehad. Detective Pikachu. Ja, heb je dan gaan kijken? Of ja, uiteraard. Dus Tim, de personage, daar heb ik gesproken. In het Vlaams. Dat vind ik inderdaad heel graag. Ja, was voor mij ook echt vet. En de Sven de Ridder heeft dat toen geregisseerd. Ik was zo hyped de hele tijd en ik wilde allemaal vertellen en zo, dus ik was eigenlijk gewoon de hele tijd Pokémon les ontgeven. Dus en dat is vandaag en dat is vandaag. Was hij een grote Pokémon fan? Of wist jij meer? Dus ik kende er eigenlijk geen hol van, Sven. Serieus? Dus jij frustratie. Dus dat was ineens, je kent er iets van, dat is goed. Dan kunnen we, want soms begrijpen die dan dingen niet, wat ik heel goed begrijp, want dat is, als je Pokémon niet kent, dan is dat heel veel rare shit. Uiteraard. Dus ik was dan, ik zeg het. Maar dat vind ik inderdaad heel gaaf. Ja, en nog een paar dingen. Zo, ook een paar series op Catnet en Sync. En dat animatiefilm van die dieren die zo... Ik heb hem niet gezien, maar ik weet welke dat is. Ja, van alles. Ik zou moeten nadenken. Maar. Dat vind ik cool. En waar is dat? Waar is dat? Aan de andere kant van het water. En dan, ik ga echt wel iets langs. ik zal je naam doorgeven. Maar dat zou wel heel vet zijn, natuurlijk. Maar dan moet je wel heel mooi kunnen praten, Ender. Ik kan daar aan werken. Okay, dat is wel gaaf. Want zo, veel mensen kunnen zo echt zo stemmetjes goed nadoen. Ja. Ik kan het proberen, maar ik kan niet goed stemmetjes nadoen. Maar ja, nadoen, ja. Het ding is, als je een rolletje speelt, alleen dubt. Ja. Je moet gewoon wat je eigen dingen daarin vinden. Je moet niet per se hetzelfde proberen na te doen als degene die het in het Engels heeft ingesproken. Of, zolang het maar klopt tot beeld. Hè. Ja. En dus, als je geen stemmetjes kunt, kun je eigen stem ook al velen. Ja, sowieso. Ja, nee, oprecht, dat is gewoon iets wat ik heel cool vind. Ja. Of zo bijvoorbeeld, dat je weet dat, weet ik veel, een gigantisch grave acteur eigenlijk de originele stem is. En dat jij dan datzelfde personage mag inspreken, dat lijkt me heel goed. Ja, ik had met die Pokémon-film... toch dat ik Pikachu niet mocht doen, want Ryan Reynolds had ik heel vet gevonden. Dat is gigantisch. Je dat kunt zeggen. Als je, als je die ooit tegenkomt, I am you. Zo, wacht. Ja. Want er zijn ook zo bepaalde acteurs die een vaste stemacteur hebben in andere landen. Ja, dat is zo. Zoals Sniff of zo, dat er alle films dat hij doet, dat hij er één bijvoorbeeld Duitse gast is die maar al zijn in Vlaanderen vond. is dat niet zo hard. In andere landen gebeurt dat vaker, dat is waar. Mm-hmm. Ja. Vind ik nog wel een graaf concept. Dat je echt dat je job is. Dat je... Ik ben Will Smith van Wat doe jij als werk? Ja, ik ben Will Smith. Wacht, wat? Hier wordt ook niet alles gedubbed, gelijk bijvoorbeeld in Frankrijk. Nee. Allee, als je daar tv aanzet, de niks is in het origineel, dat is allemaal in het Frans. Ja, zie. Dus daar gaan ze... Omdat er zoveel gedubbed wordt, gaan er waarschijnlijk zo mensen... Ja, dat vind ik wel... Gebeld worden. Ik vind dat persoonlijk een beetje irritant. Als je zo in Frankrijk komt... Ja, dat is niet fijn, hè? De Simpsons ineens in het Frans, dan is dat zo... Ja, nee, is niet goed. Ja. Sommige dingen moeten ze gewoon niet dubben, vind ik. Klopt. Zo, SpongeBob. Ook, maar dat is ook, ik vind dat al raar. Heb je SpongeBob vroeger? Als je dat in het Engels ziet, is dat raar. Ik vind dat in het Engels al raar. Hetzelfde met Avatar en Pokémon. Ja, Avatar ook. Ja. Ik ben dat nu aan het opnieuw zien. Maar... Ja, iedereen is opnieuw Avatar aan het zien trouwens. Wat is dat? Het staat op Netflix nu. Dat is nog eens beginnen. Want ze hebben een deal met Nickelodeon of zo. Dat er heel veel series online gaan komen. Ah ja, oké. Okay. Want Victorious... Misschien Nachtwacht ook, want dat zit ook op Nickelodeon. Is dat serieus? In Nederland, ja. Ah, wow, vet. Maar dat gaat nooit niet gebeuren. Nee? Netflix, denk ik. Ja, want zijn er eigenlijk al Vlaamse series of zo op Netflix? Ja, toch wel. Serieus? Ik kijk daar niet echt al te veel, dus... Nee, is dat... Ik kom er nu ook niet direct op, maar wel wat films en series. Ik denk dat zo gelijk de Broken Circle Breakdown en zo. Ah, ja, dat soort dingen. En... Mm-hmm. Colin 37, of staat dat niet op... Het is toch, of iets in je naart of zo. Ja, dat zou wel kunnen. Ja, ik zeg het, ik zou het niet weten. Dus je kunt nu echt wijs maken wat je wilt. Je kunt zeggen dat de kampioenen erop staan en ik zou het geloven. Het zou veel bekeken zijn, dat zeg ik. Ja, dat wel. Dat denk ik echt wel. En die reruns blijven gaan, er komen nieuwe films uit en zo. Absoluut, ja. Ik ga straks trouwens met de grootste kampioenenfan van mijn vrienden, ga ik naar de match aan de Rode Duivels. Want die gast is gigantische voetbalfan gewoon. En ja, ik heb via... Is dat straks Cyprus? Yes. Ah, goed. Dus ik heb om een of andere reden heeft iemand mij tickets opgestuurd, waar ik hem mee verrast heb. En vandaag gaan we dan eindelijk kijken. Chill.
Ja, dat is wel super vet. Dat vind ik het allerleukste aan al die dingen dat je zo volgers krijgt en zo, is allemaal, dat is leuk. Maar als je gewoon iets met je vrienden in real life daarmee zou kunnen doen. Want ik bedoel, alle mensen die mij volgen, dat je zo... ik ben super, ik apprecieer dat super hard. En niet omdat ik, zoals keiveel mensen zeggen van, weet ik veel, ik hou van jullie allemaal individueel, want ik ken niet iedereen individueel. Ja. Maar ik hou van het feit dat die zo supportive zijn van de dingen die ik doe. En door hen krijg ik ook kansen en zo, dat ik nooit had gedacht dat ik ooit zou kunnen hebben. Fans zijn moeten koesteren, hè. Dat is van de belangrijkste dingen in onze branche, dat je toch bewust mee bezig bent. Mensen, want zijn die mensen, dat is de reden waarom je het doet, om die mensen blij te maken. En van het moment dat je dat wat vergeet, gebeuren er wat stomme, vieze dingen. Dat je het allemaal zo voor normaal er wat boven begint te staan. Ja. Zo. Ik heb een paar fans die echt diehard fans die naar alle meet en greet komen, die zelfs niet per se een foto willen, die gewoon mij willen zien ofzo. En dat, is altijd fijn als die er zijn. En zolang dat ze wel mijn privacy respecteren, maar dat doen die ook wel. Dan vind ik dat super chill en die geven dan al eens cadeaus mee en zo. Serieus? Ja, dat is wel tof. Ja. Dat is wel gaaf. Ja, en soms echt heel zotte cadeaus ook. Echt? Dus als je aan het kijken zit misschien. ik vind het nog steeds moeilijk om mensen echt fans van mij te noemen. Omdat ik niet het gevoel heb dat ik iets heb gedaan waar je echt fan kunt van. Ah ja, oké. Okay. Dus ik zie de wijgen nog misschien niet... Ik weet niet. Ik ben uiteindelijk gewoon hier ook, hè. We zitten gewoon op mijn kot. Kon je dan af? Amai, ik ben echt fan van hoe dat jij praat. Ik vind dat gewoon een gek idee. Ja. Ik apprecieer dat mensen daar oprecht naar kijken. Ik zeg dat elke podcast, dat is altijd zo'n melig momentje. Maar ik meen het wel echt. Ben jij eigenlijk een grote voetbalfan? Ik heb het nooit gespeeld zelf. Mm-hmm. Maar ik volg het en ik kijk het wel graag. Ja. En echt ook alleen de Rode Duivels, want dat is bij mij persoonlijk, kijk ik vooral de nationale ploeg. Ja. Maar of ook zo de competitie doorheen. Ik wil zo na elke speeldag kijk ik wel eens wie dat wat gedaan heeft. Ja. Zo, in de hoofdcompetities. Dus op dat niveau ben ik er wel mee bezig en dan kijk ik wat hebben er België gescoord. Ja. Maar, en ik ben ook wel een Waasland-Deventer supporter. Oké. Okay. Omdat dat, dat is echt je vandaag komt. In mijn achtertuin, bij wijze van spreken. Heel af en toe ga ik wel ook eens naar daar gaan, zeker. Zo. Maar nu niet om te zeggen dat ik bezeten ben door voetbal of zo, maar kijk, het interesseert me wel. Ik speel ook graag FIFA. Ik speel niet graag FIFA, ik denk dat ik dat graag speel totdat ik dan aan het spelen ben en dan wil ik mijn kast erin doen. Exact. Ik speel dat nooit en ik denk ook altijd, dat boeit mij niet, maar als ik dat met mijn vrienden speel... Ja, dat boeit dat wel. Ja. Dus wordt dat ineens heel belangrijk. Exact. En dan ook gewoon tegen het eind van de match nadert en je ziet, het staat 1-1 en dan denk je van, nee. Ja. Ik kan niet, en dan gaat het even naar voren allebei. Ja, nee, maar het is wel leuk. Het is ook gewoon leuk omdat ik het echt niet goed ken en mijn vrienden het wel goed kunnen. En als je dan niet kunt winnen, dan is dus als ik dan zo, als ze zien van, wat? Is iemand aan het winnen? Dan is hij ineens, oh shit, ja, en dan harder. Dat is mijn favoriet moment. Dat ik op een of andere manier kom ik voor te staan en dan zijn zij aan het flippen. Ik wou nog iets anders vragen. Weer overacteren. Ik ben echt van hak op de tak. Maar doe maar, dat is leuk. Zou jij zeggen dat je veel vrije tijd hebt? Ja. Ja? Maar dat gaat in periodes. Er zijn momenten dat ik soms een maand aan een stuk bijna geen werk heb. Uh-huh. Omdat dan gewoon even is, dat er net geen meet en greet zijn of te veel. Maar er zijn dan periodes waar ik 7-7 werk. Dus het feit dat dat elkaar afwisselt. En zo heb ik het ook eigenlijk wel het liefst of zo. Ja. Dus het is tof om zoiets een lange periode niks te moeten doen en dan weer heel hard te moeten werken. Okay. Dus, ik vind het leuk. Ik vind het goed wat het zo is. In zo'n periode dat je geen werk hebt, zeg maar, wat doe je dan? Wat doe ik dan? Oh, ik zit veel thuis dan. Ja? Ja. Een quality time met je vriendin en familie. Ja, veel. En veel vrienden over de vloer laten komen. Als ik al die tijd ook nog eens productief zou besteden, dan dat is ook echt... crazy. Ja, ik weet niet. Misschien moet ik ook eens... want gelijk dit, het interesseert me ook wel. Zo. Ja. Het YouTube-gegeven. Dat was mijn follow-up vraag. Het was gedacht om zoiets... Ja, elke dag denk ik eraan. Ja. Elke dag denk ik eraan, maar ik doe het niet. Nee. Ik weet niet, er is zo'n soort van drempel waar ik precies niet over geraak of zo. Het is ook omdat ik heel slecht ben met consistent... gelijk bij mijn Instagram. Mm-hmm. Is verschrikkelijk. Ik zal eens kijken hoe lang het geleden is sinds ik mijn laatste foto heb gepost. Ja. Want ik ben er heel slecht in heel dat sociaal
mediagedoe en YouTube hangt er ook wel een beetje naast of zo, dat je toch zo'n soort van schema hebt, dat je toch daily uploads of weekly of weet ik veel. En ik, bij mij zou dat dan zo zijn van ja, volgende week in je filmpje en dan over twee maanden. Ja. Mijn laatste foto was 20 oktober. Ja, dat is een maand geleden. Damn. Ja, en dat is niet zonderlijk. Dat is echt om de maand of zo dat ik er eens een foto op zet. Ik ga dat nog meevallen. Ja, het valt nog mee, maar het is ook omdat ik echt mijn eigen moet forceren om... Ja, het gevoel dat dat een opdracht is, opgave is. Ja, en ik zie dat iedereen heel de dagen maar foto's trekken van dat eigen. En soms ben ik ook door mijn Instagram feed aan het gaan en dan denk ik, maar het interesseert me ook allemaal niet zo veel. Ik heb uw kat wel gezien ondertussen of zo. ik snap het volledig. Ja, en het wordt zo een soort van heel belangrijk iets in onze job en ik vind dat geen leuke evolutie. Ja, nee. Want het is enerzijds wel leuk dat je een soort van intiemer contact met je fans kunt opbouwen en dat je wat van je eigen kunt laten zien. Op een heel gemakkelijke manier. Maar anderzijds is het ook vanaf het moment dat je het dan even niet doet, wordt het je zo al kwalijk genomen. En de harde realiteit is dat tegenwoordig, als er castings zijn, dat ze gaan kijken naar hoeveel volgers dat je hebt en niet meer naar hoe je bent. En dat vind ik een beetje een probleem. Ja. Want niet iedereen is er zo goed mee met dit. Mm-hmm. Ik bijvoorbeeld, ik suik keihard. Nieuwe ding, ja. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Maar wat ik denk bijvoorbeeld, ik zeg dat al, ik heb dat tegen keiveel mensen gezegd en waarschijnlijk boeit niemand dit. Maar als jij nu gewoon, stel, je hebt, want jij hebt, voor u is veel dingen zijn normaal. Achter de schermen en zo van een serie, dat is voor u is dat gegeven, dat is gewoon wat uw werk is. En er zijn keiveel mensen die zich afvragen, hoe is het achter de schermen van een serie? Wat gebeurt er allemaal tijdens de opnames? Als je nu gewoon een kleine camera mee zou nemen en je begint zo hier en daar wat te filmen, en gewoon, terwijl het de serie uitkomt, betaalt jij desnoods een editor voor een 20 euro per week of maand. Ja. Dat hangt er vanaf hoe vaak dat jij wilt uploaden. Om een klein videootje te editen. En dan moet jij het gewoon nog uploaden. Dat is wat dat ik denk dat heel veel mensen nog interessant zouden vinden. Sowieso. Ja, maar je moet eraan beginnen. Hè. En dat is zo... Klopt. En ik ben een heel harde uitsteller. Ja? Ja. Maar ik ook. Maar echt, hoe. Maar daarom, op het moment dat je die deadline voor jezelf stelt, of bij mij is dat in ieder geval... Dan, voor mij is dat heel hard dat ik gewoon gezegd heb op een bepaald moment, oké, vanaf nu iedere woensdag een nieuwe video op YouTube. Dan ben ik iedere woensdag, en nu, ik ben bijna aan 100 weken, gewoon elke woensdag een video. Kijk, goed, ja. Dat zou ik ook al willen. Maar je voelt, er is ook die druk niet, maar ik bedoel, mocht jij nu inderdaad genoeg gefilmd hebben, iemand anders edit het voor u en jij moet gewoon nog uploaden. Ik weet niet, het is een idee. Ik wil je nergens over Nee, maar het is waar. Ja. En zelfs dat, ik zou het ook wel zelf willen editen, omdat dat ik dat ook interessant vind. Mm-hmm. Maar ik moet er mij eens aanzetten. Maar ik denk zo, want vanaf januari, februari is het voor mij heel rustig nu, volgend jaar. Maar ik denk dat ik mij dan eens eraan ga zetten of zo. Ja. Goh, ja, goed naar zien. Ja, maar ik zie wel wat er gebeurt. Ja, ik heb het gewoon als idee, want ik denk echt oprecht dat er veel mensen in geïnteresseerd zijn. Ja, en het zou goed zijn voor mijn eigen brand, zeg maar. Ja, gewoon, klopt. Want je zegt inderdaad, ze kijken naar hoeveel volgers dat je hebt. Ja, dat is echt waar, hè, want ik denk dat ze bij sommige dubbingstudio's, nu gaat het weer over dubben, en zelfs op het formulier dat ze ingeven, als ze als ze uw profiel opsturen naar Amerika, want daar beslissen ze dan of dat ze uw stem pakken, blablabla, dat er ook al een standaard... optie. Het ding is van hoeveel Instagram-volgers. Ah, serieus? Ja, dus... Dat is wel lastig, joh. Ja, want ik heb 16.000 volgers. Wat op zich, dat is niet slechter. Dat is, ik vind het allemaal echt veel, eigenlijk. Ja, ja. Maar als je dan... Mijn collega's, die zitten allemaal echt 2-3 keer zoveel. Ja. Omdat die er beter mee omgaan. Misschien moet ik... Ja. Gewoon eens een extra storytje posten en dan komt dat weer naar de... Ik weet het, Nee, maar mijn leven is ook niet altijd interessant, weet je wel. En mensen... Nee, snap ik. Maar je kunt dat interessant doen lijken. Ja, dat is het ding als sociaal media. Dat is erg, maar zo is het nu. Ja, maar dat moet nog altijd wel mij zijn of zo. Ja, als mensen dan zo in de zee te liggen en dan zo... Allee, beginnen helemaal! Ja, that's me. Nee, dat is niet waar. Nee, maar je moet gewoon zien dat er... straks geen influencer je job afpakt, stel je voor. Ja, daar gaan we... Ja, maar als je goed zit... Ja, tuurlijk. Maakt mij dat ook niet uit. Ja, tuurlijk. Ja, nee, maar ik bedoel gewoon... Zolang jij ook beter blijft in acteren, zult uiteindelijk toch wel... Zult jij wel het voordeel van... Ja, er zijn nog altijd wel veel mensen die ook niet met die sociale media bezig zijn. Ja. Maar het is wel naar daar aan het evolueren. Ja. In de komende... Over 20 jaar... Is dat misschien nog belangrijk? Ja, maar dat gaat dat nog helemaal in andere proporties veel belangrijker zijn. Ja.
Ja, want ik, inderdaad, ik volg ook zo wat YouTubers en zo, en die inderdaad ja, ik ook. TV-series en zo en filmrollen krijgen gewoon omdat ze volgens hebben. Ja, mijn favoriete YouTuber, David Dobrik, ken je die toevallig? Ja, ja. Ja, die zit nu in Angry Birds. Dubt hij een grote rol blijkbaar. Inderdaad, gewoon. Want hij heeft dat dan op. Want ik, Angry Birds, is niet een film dat ik normaal gezien zou zien. Maar nu wel. Ja. Maar nu is dat wel gewoon iets. Ik ben echt hard aan het twijfelen om gewoon te gaan. Want het is, ik heb momenteel nog niet echt een moment gevonden, maar ik ben er echt wel over aan het denken. Gewoon puur omdat hij erin zit. Ja. Dus ja, dat effect heeft het uiteindelijk wel. Want, dus zo, want ik volg ook wel veel mensen op zich. Dus ik, ik vind het niet zo fijn om mijn eigen constant te moeten filmen en zo. Maar ik vind het wel zalig om naar YouTube. Allee, ik volg keiveel mensen. Mm-hmm. Waar wil ik er naartoe? Sorry. ik ben gedachten is helemaal... Ik ken het. Zo, kom eens. Nee, maar inderdaad, gewoon dat je snapt aan... Je bent... Fuck. Ja, ik probeer mee te denken met u, maar ik kan het ook niet articuleren. Dat je zo denkt van, is dat nu echt van die volgers dat zo belangrijk is, maar aan de andere kant wil je ook wel weten hoe dat die film eruit ziet waar die gast inspeelt, die jij volgt. Ja. Dus ja, maar dat is een super slechte uitleg, maar ik hoop dat dat iets of wat duidelijk was. Nee, dat is ook beide... Zo, ik wil die film wel zien met hem, en door hem is het ook de reden dat ik zelf graag een stemmetje wil inspreken. Ah, maar ik dacht, ik zag hem dat doen. Dat, als hij dat kan, dan moet hij mij ook wel lukken. Maar niet per se, maar ik zag hem... Ja, toch wel. Maar ja, het moet mij ook wel lukken, maar gewoon ook, ik zag hem en ik dacht van, is dat echt wat dat je moet doen? Je moet gewoon in een studio komen opdagen en daar een dag spreken. Het maakt niet uit hoe dat je eruit ziet of zo, want voor een vlog, een story en zo. Ik als... ben denk ik nog nooit in een gewone broek naar de dubbingstudio gegaan. Ik heb altijd met een jogging aan. Zalig. Ja, zie, dat bedoel maar ik. Maar ik heb eigenlijk altijd met een jogging aan, want als ik naar de set kom, heb ik gewoon een ik heb nu een goede broek aan, dat wel grappig. Ja. Het is verander ik wel gewoon. Wat een broek aan. Wat een ongelofelijke eer. Ja, ik leef in mijn jogging. Ja. Ja, want maar ik eerlijk gezegd ook. Ja, het is ook een uitzondering bij mij. Ja, maar als ik naar de set ga, ja, dan doe ik andere kleren aan. Ja. Dus ja... Uh-huh. Dat is eigenlijk alleen maar voor naar uw werk en terug te gaan. Ja, ja. Dus toch ook ik geen... Nee, ik snap het. Ik snap het. Ik heb meer joggings dan gewone broeken, denk ik. Ah, netjes. Bij mij gaat gelijk op, volgens mij. Maar ik ga inderdaad... Ik ga ook gewoon naar de aula in jogging. Dus gewoon heel Brussel toch? Door in de les zitten. Ja, het is gewoon... Dat is veel comfortabeler. Dat is chillen, natuurlijk, dus, ja. En ik denk... Er is niet dat er zoveel mensen naar omkijken, denk ik. Maakt ook niet uit. Nee, niet iedereen. Dus wel, het ding is wel, als gast is dat precies acceptabeler soms dan als meisje, denk ik. Ja? Ja. Ik weet niet, ik had er laatst gewoon een meisje laatst tegen mij van, ik zou dat echt niet kunnen doen. Of ze zouden naar mij maar kijken. Die willen dat ook vaak zelf niet, denk ik. Ja. Ik weet het niet. Ik zou het oprecht niet weten hoe dat het allemaal... of waarom zou dat... Ja. Oké, okay, iedereen wil er... Maar het ding is... Soms denk ik van... Soms staat er voor de spiegel en denk ik van fuck yeah, en soms denk ik fuck no. En ik ben zo niet meer, mij boeit het niet meer als ik er nu op school mag echt geen hol uit trekken uitzie. Ik bij mij zelfs ook in periodes, dus soms kan ik zo ineens wakker worden en denk ik moet er goed uitzien of zo. Ja? En dan, ja, en dan voor naar buiten te gaan, ik ga dan naar de winkel of zo, en dan wil ik zo niet gelijk een slons. En er zijn dagen dat ik gewoon echt ongewassen, ongeschoren met een jogging naar buiten wandel. Ja. Ik snap dat, soms is het zo wel van. Oeh, misschien kom ik iemand tegen hier in de winkel. Dus dan moet ik er even degelijk uitzien. En soms maakt dat mij echt niks uit. En dan kom ik iemand tegen als mij niks uitmaakt. En dan denk ik van... Shit. Ja. Nee, het valt allemaal wel goed mee. Maar ik ben over het laatste op restaurant geweest met een jogging. Allee, weet je wel? Echt? Ja. Met mijn schoonouders. Oeh! Ja. Maar ik kwam van mijn werk, dus... Dat valt allemaal mee. Ja. En daar heb ik een jogging aan. Ja, zie, dat is iets zo... inderdaad, op restaurant ga je zo nog iets... Met mijn vrienden nog wel. Maar dat is iets dat mijn mama gewoon niet zou toelaten. Nee. Dat is ook een aardig, ja. Ik ga op restaurant. Heb je nu een jogging aan? Oeps. En dan moet ik... Ja. Maar, en terecht, dat is wel gewoon. Maar ja. Maar, hoe zit dat als je bij jij al thuis bent? Is dat zo... Wat is de vibe zo'n beetje? De vibe? Dat is veel leven. Dat is heel veel leven. Ja, ik kan me voorstellen. Op een goede manier. Maar die zijn met drie, hè. Dus al heeft ook mijn broer, Jasper. En een kleine hond dat er rondloopt. En, ja, Wartje. Ja, Wartje. Heeft ook een Instagram-pagina, volgens mij. Ja, sinds vandaag. Zeker volgen. Yes. Wartje. Ik heb die naam gekozen, trouwens. Ja, echt? Ja. Wow, oké.
Hoe zijn daarop gekomen? Even? Ik weet niet, ze zochten ze wilden terug de letter W. En dan waren we aan het brainstormen over de naam met de letter Wartje. W. Want de vorige hondje was Walter. Uh-huh. Dus ja, ik dacht Wartje. Ja, over wat ging het? Over de vibe daar. Ja, goed, maar ik zeg het, veel leven. En die twee zussen, die durven al eens vurig zijn tegen elkaar. Die zien elkaar doodgraag. Ja, dat zijn zussen, hè, dus dat is al eens, zit er al eens tegen. En dan is dat... Ja, dan hou ik me er wat van tussen. Maar het is ook snel opgelost bij je. Ja, dat is. Dat ik ben al... Het is heel rap een probleem en het is heel rap ook geen probleem. Exact. Want ik was eens met Jael in Antwerpen voor iets. En we kwamen Liesel daar tegen. En dat was eerst zo, hey, kei leuk, knuffel. Dan ineens zei Liesel iets. Of van, hey, is dat nu mijn trui? Misschien. En dan was het even boel. En dan daarna was het terug. Maar okay, dat is raar, dus, want die... Dat is grappig dat ik zo aan het ontroddelen ben met mijn ja. schoosters. Die van het moment dat hij ziet dat die mekaars kleren aan hebben, dan is dat een probleem, maar ze doen het ook wel alle twee of zo. Ja. Dus we kunnen dat niet gewoon alle twee afspreken. Hey, het is geen probleem meer. En je mag mijn kleren en ik mag jouw kleren aan. Ik denk dat er veel meisjes nu gaan zeggen, nee dat gaat niet. Dat gaat gewoon ik heb niet. Altijd keigoed kunnen delen. Dus ik snap dat niet goed. Maar ja... Ben jij materialistisch? Of? Heb jij veel belang aan een mooie auto? Of een, Niet per se een mooie auto, maar wel een degelijke. Ja. En waar ik comfortabel zit, snap je? Dus, ergens wel. Ik ga ook, als ik iets koop, ga ik zelden iets kopen dat zo geen goede kwaliteit heeft. Dus ik wil altijd wel iets dat lang meegaat, dat deftig is. Dus ergens misschien wel. Ik rijd met een Volkswagen, dat zijn goede auto's, dat zijn stevig was, maar het is wel nog altijd een Polo. Het is niet dat ik er... Ja, misschien een patserbak of zo. Okay. Nee, zo. Soms kan ik wel zo goesting hebben om dan ineens iets... Want ik ging dan een nieuwe tv kopen en dan wou ik dan wel ineens zo... Ja, echt dat je binnenkomt dat je denkt, wow, dat is een tv. Ja. Maar ik denk niet dat ik per se materialistisch ben, maar gelijk iedereen, normaal. Mm-hmm. Want ik ken persoonlijk ook mensen die zoiets in de media zitten en die gewoon een nieuwe jas nodig hebben. Maar dan moet dat wel gewoon van dat merk zijn. Oh, echt helemaal niet. Dat is niet. Geen merk sletjes. Ja, maar als er iets is van een merk dat ik mooi vind, dan kan het zijn dat ik er dan wel ineens keiveel geld aan geef. Mm-hmm. En dan mensen zeggen, maar wat? Ik zeg, ja, maar ik vond een mooie jas. Maar die kan even goed 3 euro gekost hebben. Ja. Of 300, weet je wel. Mm-hmm. Dus. Ja. Nee, maar dat heb ik ook wel. Mijn kleren maakt mij echt niks uit wat voor merk dat is. Het enige waar ik wel belang aan hecht, is... merk appelmoes. Ja, maar dat is ook belangrijk. Dat is echt... Hak is de enige appelmoes dat ik graag lust. Of dat is mijn favoriete. En ik heb dat zo nog met bepaalde dingen van ik heb dat misschien wel mijn merk qua in de supermarkt, ja. Nu ik dat gewoon misschien eten. Wel, ja. Dat ik wel rap zo... Een gewone cola in de plaats van... Maar ik denk dat er wel veel mensen daar... Ja, sowieso. Dat is gewoon altijd een meme van... Hey, is Pepsi oké? En dan zo... is Monopoly geld oké? Zo van die dingen. Maar nee, dat snap ik ook wel. Ik heb dat inderdaad vooral met eten. Dat ik denk van... Mijn eten moet wel... Ja. Ja. Goh, ja. Voor de rest boeit het mij echt heel weinig. Nee. Ja. Is er nog iets wat ik echt... Is er nog iets wat jij heel graag over wilt praten? Dat is een lastige vraag. Ja, zo on the spot ineens. Ik weet niet. We hebben al veel gecoverd, denk ik, even, van joggingbroeken. En... Van joggingbroeken tot acteren, tot rollen, tot honden. Tot, Dit is de lastigste vraag. Niemand heeft daar ooit een antwoord op. Nee, en dan is dat altijd zo dat momentje dat zo 2 minuten er awkward is om dan... Goh, awkward. Ik vind dat wel grappig. Ja, dat is wel grappig. Want we zijn uiteindelijk alweer 40 minuten aan het... Hoe lang duurde nu podcast gewoon? 40 minuten. End. nee, inderdaad, tussen de 40 en de 50 minuten is een beetje. Dat is goed. Gewoon. Dat triggert mij wel, dit of zo. Ik vind het leuk. Leuk om ook zo eens... Ja, gewoon wat te babbelen. Ik bedoel... Je zou het goed kunnen doen. Je hebt genoeg vrienden die ook iets interessants te vertellen hebben, denk ik dan. Zeker. Van je collega's. Ja. Ik denk dat zo'n podcast wel gewoon bekeken zou worden. Mocht je zelf ooit interesse hebben om zoiets te doen. Ja. En hoeveel tijd heb je er nu in voor u? Zullen we de rol niet omdraaien? En yes. We hebben nu dus nog geen uur gepraat. De tijd dat je boven was. Misschien zijn we een uur bij elkaar. Waar dat voor mij nu de meeste tijd in steekt, is dat ik dit in een programma gooi. De audio met de video synchroniseer.
Ja. Dus dan is dat één bestand. En dan het exporteren duurt gewoon lang. Omdat dat wel een zwaar bestand is. Maar op zich moet je hier voor de rest, je edit vrij weinig. Ik bedoel, we hebben niks al te verkeerd gezegd. Dus ik moet niet echt wel knippen. Soms is er zo gewoon, is er een management waar ik naartoe moet sturen. En dat die zeggen van, ja, dit stuk moet er nog uitgeknipt worden. En dan moet ik weer exporteren wat dat exporteren doet. Erge management? Ikke. Ah, nee, zeg je bij een nee, manager? Nee, maar ik bedoel, als ik naar een management moet staan, bijvoorbeeld... Nee, niet mijn management. Ah. Ik bedoel, ik ben mijn management. Mijn moeder is mijn management. Ah, super. Ja, bijvoorbeeld bepaalde acteurs, actrices, weet ik veel wat, die zeggen van, ja, kun je dat nog naar mijn management doorsturen? En dan moet ik af en toe een paar dagen wachten, waardoor ik al een paar deadlines wel heb gemist. Maar, goh ja, uiteindelijk, dat zijn dan wel podcasts die het vaak heel goed doen of zo. Ja. Maar renderen uiteindelijk, ik heb nog steeds niet gezegd hoe lang dat duurt. Sommige podcasts duren 7 uur om te exporteren. En dan kan ik dus 7 uur niks met mijn computer doen. Ah ja. En dat is het lastigste. Dat is waarom dat veel van mijn podcasts te laat komen. Omdat ik dan nog aan het editen ben. Bijvoorbeeld als ik op zondagavond een podcast opneem, die moet maandagochtend online staan. Moet ik dan nog editen en dan s'nachts eigenlijk renderen tegen dat, om te zien dat het ochtends in online. Maar je doet meer dan alleen podcasts ook, hè? Of je zo, Ja, ik doe 2 podcasts per week en een vlog. Dus woensdag een vlog, maandag en zaterdag een podcast. Nou ah, ja. En wat vind je het leukst? Dat is een goede vraag. Ik vind het heel leuk om nieuwe mensen... Ja. In deze rol omgedraaid. Ik vind het heel leuk om gewoon met mensen te leren kennen. Want ik bedoel, voor vandaag, we hadden elkaar al gezien. Wij wisten hoe dat is waar, waar. Maar nu, zo'n gesprek met iemand random, ik vind dat zo interessant. Dat is, ja. Met iemand random, oké, het zijn dan vaak mensen die inderdaad iets van iets van een connectie mee hebt, maar die je niet echt... En, of die iets van volgers hebben, die ik gewoon al weet wie het zijn. Ja. Maar inderdaad, om zo'n gesprek te hebben met iemand random, vind ik super vet. Mijn vlogs is in eerste instantie, ik die mijn leukste momenten met mijn vrienden vastleg, wat dat ik gewoon weet dat ik later veel meer aan ga hebben. Ah, dat is ook voor je eigen gewoon. Ja, natuurlijk. Als ik soms tijdens examens kijk ik eens een video opnieuw en denk ik van, amai, dat was een super moment. En dat is gewoon... En als ik dat nu al naar kan terugkijken, wat gaat dat zijn over 20 jaar? Ja, amai. Dat ik gewoon misschien niet meer zo, dat ik hetzelfde contact heb of niet mijn vrienden even vaak zie. En dat ik dan gewoon terug kan kijken van, hey, hoe was dat nu ook alweer? Hoe was mijn studententijd in Leuven? Ja. Want nu zit ik al niet meer in Leuven. Dat is ook al een periode van mijn leven dat is afgesloten. Ja. En ik zie dat wel gewoon... Nu nog video's aan terugkomen, dat ik denk van, oh, dat is kei tof. Ik vind dat een goede insteek, dat je het eigenlijk ook... Allee, je doet het wel ook voor andere mensen, maar dat je het grotendeels gewoon echt verwijderd en ook voor ik denk eigenlijk dat je zoiets niet kunt doen als je het zelf niet graag doet. Nee. Want als ik nu... Dan doe je dat gewoon niet. Ja zie je zijn. Exact. Want dat ik ook, waar ik ook nog wel wat tijd in krijgt voor die podcast, is dan... Elke dag ben ik mensen aan het DM'en. Van, hey, zie je het zitten om op de podcast te komen. En dan nu, meer en meer, heb ik ook inderdaad... grotere gasten en acteurs zeggen van hey, klinkt heel leuk, stuur een mailtje naar mijn management. Dan moet je daar even op wachten. Dat is gewoon... Dat is misschien nog het lastigste om steeds nieuwe gasten te hebben. Want 2 per week is nog wel veel. Dat is echt veel. En ik ging net zeggen van, worden dat vol? Ja, ik weet niet. Voorlopig lukt het nog. Maar ik ben zo... Ergens ben ik aan het denken van, misschien dat ik terug naar 1 podcast per week ga gaan en gewoon ga zien... Een beetje, ja, gewoon ga zien dat ik echt gewoon telkens een kwaliteitsgast blijf houden en dat ik niet op een duur zo... Ja, en je vraagt ook dan de mensen thuis om dan 2 keer in de week een uur van andere tijd te pakken. Voor, ja, dat exact. Is veel, dat ja, is klopt, veel. Klopt. Dan voorlopig is het alleen maar goed geweest qua views en abonnees op mijn kanaal. Maar ik denk inderdaad dat op een duur wel misschien wel, nog eens een uur. Ja, het moet interessant genoeg blijven, het moet mm-hmm. fris genoeg blijven om uw volk aandachtig te houden. Ofzo. Ik denk het ook wel. Maar, ja. Goh, ja. Ik amuseer mij nog. Ja, er gaat altijd het publiek zijn. Zijn er zo mensen die van rechter weten? Ah ja, die kijken elke keer. Ja, ik ken echt... en dat is echt iets wat ik nog moet doen. Ik moet nog een shout-out van de week geven. Want dat is echt... Ik zie in de comments of zo, zie ik echt namen terugkomen in mijn Twitter. Ik heb zo elke week een tweet waarin ik mijn vlog promote van de week. En ik zeg, als je dit retweet, maak je kans op een shout-out in mijn podcast van volgende week. Dus... Dat is nu ook gewoon het geval. Hier, deze 40 retweets. Zie je, dat is gek, want hier dus bijvoorbeeld zit altijd een paar dezelfde bij. Bijvoorbeeld Bo, zie ik regelmatig voorbij komen. Zeg maar, wie geeft een shout-out? Ik moet je gewoon een shout-out geven. Bo heeft al een shout-out gekregen, proficiat. Zoekend. Ja, wacht, anders gaan we gewoon zo dit doen en dan... Ja, we stoppen. Het is Robbe Godon geworden. Vertel hem op.
Robbe, Godon, moet ik een mop vertellen? Ja, dat stond erbij. Vertel een mop. Oh shit, dat is lastig. Ik ben echt heel slecht in moppen vertellen. Godon, ja, mijn moppen zijn niet leuk, hè. Situaties zijn leuk. Ik vind zo... Ja. Heb jij geen goede mop? Oh, ik ben ook niet voor de standaard mop. Ik vind dingen grappig, gelijk... Wat is het verschil tussen een appel en een peer? Een appel kunt eten en een peer wel. Zo dat, weet je wel? Echt, okay. Dat mensen zo... Oh. En dan moet ik lachen. Zo van... Stonden eens twee penguins op een ijsberg. Ja, kennen dat? Ja. Ja, van die dingen. Mijn papa kent zo van die zeven moppen goed. Zo gewoon waar er eigenlijk geen punchline is. Ja, voilà. En dat mensen gewoon een beetje verdwaasd achterblijven. En dat vind ik dan grappig. Dus als ik hem opvertel, is dat meestal voor mijn eigen. Niet en Olaf, mijn broertje, heeft dat ook zo vaak dat hij gewoon een mop begint. Er komen twee mannen de bar binnen. En dan moet je gewoon iets helemaal anders zeggen. Dat je denkt van, wat? Komt er nog een mop? En dan zo... En voor hem is dat dan geweldig. Dan duur begin ik dat ook te appreciëren. Dus voilà, Robbe. Speciaal voor jou komen twee mannen een bar binnen. En dat is ook gewoon... Deze, bijvoorbeeld, wat jij vroeg, of ik mensen terug zie komen. Naomi bijvoorbeeld ook. Silke. Dat is echt super gaaf. Dat ik zo mensen zie terugkomen. Ja, dat is leuk, hè. Die fanbase begint op te bouwen. Hè. Fanbase, ja. Ik vind dat altijd een gek woord. Maar ja, inderdaad, maar het is ook zo. Ja. Ik vind het gewoon heel vet. Want dat zijn ook mensen die mij al vaak een bericht gestuurd hebben, ook op Instagram, waar ik gewoon af en toe die nog eens iets reageren op mijn story en dat wij verder over praten. Dat is super gaaf. Dat is wel wat sociale media ongelooflijk hard toe. Je kunt gewoon letterlijk met eender wie, want sommige mensen zeggen van, het is keigek dat jij antwoordt. Maar dan denk ik van, Ja, oké. Ja, ik ben ook gewoon een student en ik zat ook gewoon in mijn zetel, maar even te vervelen. En dat is gewoon het leukste. Ik vind dat super leuk om te doen, gewoon interactie met mensen die u volgen. Of... En wel, ik ben er niet zo'n held in. Omdat ik vind ook, eens dat je eraan begint, dan moet je er wat een lijn in trekken of zo. Uh-huh. En ja, ik heb ervoor gekozen om er niet op in te gaan. Okay. Omdat als ik dan daarop reageer, dan merken ze al die reageren en dan wordt dat zo direct. Ja, ik weet het niet. Ik heb er wat moeite mee. Mm-hmm. En zeker omdat veel mensen ook altijd dingen vragen om voor hun te doen. En ik snap dat je dat probeert. Maar anderzijds, ja, ik heb mijn leven. Ja, zo. En ik ga niet naar de andere kant van het land rijden voor iemand zijn verjaardagsfeestje. Weet je wel? Dat is en altijd zo. We zijn altijd wel vriendelijk, hè. Of meestal toch van, kunnen het maar vragen, maar kun je misschien... Maar onlangs was er iemand die graag een verjaardagskaart wou. En die wou de handtekeningen erop en ze zei, de postzegel zit er al op, maar je moet het alleen nog maar posten. Oké. Ja, je kunt dat wel doen, maar dan, als je daarmee begint met dat te doen, dan die gunsten worden dan altijd groter en groter. Dus ik vind... Ja. Moeilijk inderdaad te zien waar je de lijn hebt. Voilà. Ja. En ik vind dat enerzijds ook wel jammer, want als het dan... Eigenlijk had ik dat wel kunnen doen, maar ik ben dat dan uiteindelijk ook gewoon vergeten. Ja. Sorry trouwens. Komt niet over als een eikel. Nee, dat is niet. Nee, ik weet het wel. Maar ik snap volledig ik heb er ook wel echt over nagedacht van, wil ik dat wel doen? En wilde eraan beginnen? Want ik snap volledig wat je bedoelt. Want waar stopt dat? Ja. Ja, en ook gewoon hoe groter dat je wordt. Hoe groter dat je wordt, hoe moeilijker. Want als je dat begint te doen en ineens word je veel groter, dan is dat moeilijk om alles bij te houden. Inderdaad, waar stopt dat? Want bijvoorbeeld nu, keiveel mensen. Keiveel. Om de zoveel tijd krijg je een bericht van iemand. Hey, mijn vriendin ligt in het ziekenhuis of zo. Kun jij een berichtje? En dan denk ik, dan stuur ik gewoon een video. Dat maak ik wel altijd voor natuurlijk. Dat is iets helemaal anders. Ja, natuurlijk. Nee, ik zeg niet, maar ik bedoel, nu, ik doe dat heel graag. Tuurlijk, van Rode Neuzendag en Warmste Week heb ik ook wat berichtjes gekregen dat ik gewoon iets opstuur. Maar inderdaad, ik bedoel, ik kan dat nu, maar bijvoorbeeld als een gigantische acteur zo van die dingen krijgt. Als je op elk ding moet antwoorden... Ja, dat gaat niet. En ik ben wel wat van het principe van... Als ik één iemand doe, dan moet ik ze allemaal doen, dus doe er geen. Ja. Ja. Nee, maar dat snap ik volledig. Dat kan ik helemaal inkomen. Maar ik heb wel veel respect voor acteurs die dat wel doen. Want er zijn er wel in het vak die dat wel doen. En, en die daarom ook echt super geliefd zijn. En maar ik probeer wel, als mensen de moeite erin steken om dan met een meet and greet te komen van nachtwacht en noem maar op. Of naar mijn voorstellingen. En als er iemand mij... aanspreekt, dan wil ik echt je ook wel een moment geven van merci dat je geweest bent. Dus dan probeer dat daar goed te maken. Probeer niet iets zelf en proberen om daar zo goed mogelijk met die mensen. Maar soms is het lastig, hè. Als er 1000 man staat aan te schuiven en je maar een uur en een half, dan kun je niet echt veel zeggen tegen de mensen. Is dat het tijdspanne waarin jullie die meeting greets doen? Een uur en een half? Zoveel dat zit zo wat tussen een uur en twee uur, maar gemiddeld een uur en een half. Maar dat is inderdaad, dat is niet veel dat tijd. We waren in Delfzijlen, er was een meubelwinkel. Ja.
En die had heel veel reclame gemaakt, met in de krant en een gigantische banner ook voor de winkel. En dus die had echt dat heel erg gehyped dat we gingen komen. En er stond meer dan 3000 man in die winkel. En we hadden eigenlijk een uur. Dus ja, dat gaat niet. Langer gebleven? Wat hebben jullie gedaan? We zijn veel langer gebleven. Ik denk dat we meer dan 2 uur uiteindelijk hebben gedaan. Maar dan hadden wij, na een uur hadden wij nog maar 800 man kunnen laten passeren. Oef. Maar dat was echt zo foto volgende. En dan stond er eigenlijk nog een meer dan 2/3 aan te schuiven. Dat is heel erg, maar ja, dat is wat je dan moet doen, want wij worden ook betaald en er zit een chauffeur bij die ons rondvoert, die moet ook naar zijn volgende job misschien ook, dus het is, of wij hebben nog andere jobs of zo, dus je kunt niet altijd gewoon zomaar keilang blijven voor iedereen uiteindelijk af te werken, zeg maar, hoe valt dat dan? Ik kom het wel op neer, want je wilt iedereen toch een moment geven waar ze voor gekomen zijn en dan zijn wij in de tegengestelde richting van de rij gewoon een beetje beginnen lopen en hebben we gezegd, probeert on the go wat foto's te pakken terwijl wij passeren en dat was... om toch iedereen iets te geven in de plaats van een derde. Nee, ik snap wat je bedoelt. En dat is soms wel wat rot. Want je wilt uiteindelijk ook gewoon. Je wilt iedereen een moment geven. Je wilt elk kind dat komt. En soms gaat dat ook niet, want ik heb een heel slechte concentratie. En als je nu een half moet concentreren op kinderen blij maken, dat is voor mij eigenlijk al vrij moeilijk. En een Gio is er ook niet altijd zo'n held. En we durven dan al eens. En Celine eigenlijk ook niet. We zijn er wel goed in, maar soms verliezen we een beetje je aandacht. En dan begin je wat te dollen en te doen. Uh-huh. En dan is er een kind gepasseerd. En dan denk je, ik heb daar eigenlijk niets tegen gezegd. En dan terug focus. Ja. Maar ik kan mij er wel iets bij voorstellen. Ik weet niet of ik het zou kunnen. Zo, inderdaad, constant intens contact. Want ik ben het beste, één op één, als je een degelijk gesprek kunt hebben. Ja. Is dat zo... Aan het lopende band uiteindelijk niet. Het wordt een beetje bandwerk om een uur, omdat je... Allee, bandwerk is heel veel gezegd. Is eigenlijk... Ja. Dat mag ik niet zeggen, maar... nee, maar... Tegen mijn eigen winkel natuurlijk, maar het als je iets kunt zeggen, is al goed. Maar als je echt niets kunt zeggen, dan wordt het een trieste meet and greet. En dat gebeurt wel. Als het gewoon te druk is, en dan moet je die keuze maken. Oftewel, stel dat een elf teleur, oftewel is iedereen een beetje content. Ja. En... Maar als het dan rustig is, dan vind ik dat wel echt zalig, want dan kun je echt iets wat vragen stellen aan die gasten. Echt interactie ook. Ja, voilà. Ik zeg het again, ik vind dat het zaligste. Als iemand naar mij toe komt of zo, niet dat zo gigantisch veel gebeurt, maar zo, ik luister je podcast of ik kijk je video's, dat is het best. Dat is, ik kan dat nog steeds niet vatten. Elke keer als dat gebeurt, ben ik weer zo van, wat, serieus? Dus kijk je af. ik vind dat oprecht het graafste dat er is. Maar... 10 minuten geleden ging we de podcast afronden. Voilà, zo gaat het dan. Heb jij nog een laatste idee dat je eruit wilt? Of waar ze kunnen volgen of zo? Oh, was ze me kunnen volgen? Ja. Dat is nu misschien wel... Ik zit wel op Instagram natuurlijk. Het zou wel leuk zijn om... ik zit nu al een half jaar op 16.000, letterlijk. En dat is gewoon tussen 15,9 en 16. Dus misschien mag wel wat bij. Perfect, ja. Nee, wat is dat? Louis Thijssen zeker? Ik weet dat zelf. Gewoon Louis Thijssen? Ja, Louis Thijssen aan elkaar. Maar... Alright. Link in de description. Komt in orde. Dan was dat de podcast voor deze week. Heel erg bedankt om te komen. Ja, super chill. Dat was gezellig. En heel erg bedankt om te luisteren aan iedereen. Vooral Robbe, deze week. En tot volgende maandag. Peace.